Oké, ik heb een paar dagen geleden in de supply drop video natuurlijk de Splinter Camo geunlocked op de Cuda SMG. En daar ga ik vandaag een potje mee spelen. Ik weet niet precies hoe ik die camo naam moet uitspreken. Het is de Swindler of zoiets. Maar we gaan kijken of we een chill potje mee kunnen gaan neerzetten. Laten we nu een potje gaan zoeken en kijken of het een mooie camo is. Dus let's go. Team Damage op Skyjack. Het is best wel leuk om te spelen met natuurlijk de Cuda en de Swindler Camo als ik het goed uitspreek. Want ik heb... Oh shit. Ik heb echt moeite met die uitspreken van die camo's, ook met transgression. Dus de namen kan ik niet goed uitspreken, maar de camo's vind ik wel sick natuurlijk. En deze is helemaal cool op de Cuda natuurlijk, want de Cuda heeft een best wel groot oppervlak. Waar de camo op kan zien. Oei. Weg hier. Hij komt achter me aan, Koren. Of niet? Nee, dan zie je er rechts van en boven. Nee, ook niet boven. Dan zitten ze hier buiten, jongens. En hier beneden. Oh, de shit, double kill. Let's go, let's go. Let's go, UV binnen bij de lightning strike. Snap mijn UV inkallen. Komt hij hier boven? Ja, dan komt hij zeker in mijn rug. Nee, denk ik niet. Lightning strike on standby. Ze komen weer via boven. Komt even via de zijkant hier. Oh, die heb ik mooi opgepakt. Zitten we allebei hier boven. Oh, hij kwam naar beneden. Oh, en ik ben dood. Shit, ik had bijna mijn raid. 80 punten moest ik nog. Laten we de lightning inkallen. 1, hier. 1, 2, 3. Zo, en hopelijk dat hij mooi neerkomt vanop. 1 kill. Ja, dat was het ook. Shit, had beter gekund. Die mate, zit daar eentje in de verte. Nice. Mooi gedaan. Dan pak ik hem op. Ik speel bijna mee met de X en de Max in de Rapid Fire op de Cuda. Degene die dat weten, dat is gewoon mijn standaard klas. Jammer dit. Oh, dat is jammer dit. Maar dat is natuurlijk mijn standaard klas op de Cuda. Gewoon elke map kan je mee spelen, want hij kan super ver schieten natuurlijk. Dan weet iedereen wel dat dit wapen best wel ver kan schieten. Oké, nu hebben we geen UAV meer. Oeh, hier hebben we geluk. Let's go, mooi. Killfeed daar. Piek aan het raampje. Oh, hij wou pieken, zag je dat? Maar hij liep door, hij liep door. Ik heb weer een UAV, laat hem nu maar even inkallen, zit underground. Bam. En we hebben UAV, ik heb Ghost aanstaan. Gewoon simpelweg omdat het gewoon heel relaxed is op deze klas. Maar dat vind ik. Meningen verschillen van Ghost. Als ik het tegen heb, vind ik ook niet chill, maar ja. Daarom heb ik het ook gaan gebruiken. Oh my god, ik heb zo genoeg hier. Jij bent echt goed. Holy shit, mijn team heeft me daar even gepakt. En weer één kill. My fucking god. We staan 21 op 2. Ik dacht dat ik hier iemand zou rennen. Let's go, ik heb mijn raid. Bam. Ik lag gewoon precies in het midden van de map neer. Dat is mijn strategie. Van het inkallen van mijn raid. Waarom? Is dan heeft hij heel de map om door te vliegen. Kan je hem alleen aan de linkerkant van de map in. Dat is aan deze, in deze map dus de onderkant van de map. Dan killt hij alleen daar. En daar hebben we een split quad feed. Let's go. Nice, longshotje erbij. Kom maar. Regenerator. Hij dacht dat ik naar binnen ga, wat een cirkel. Tuurlijk kon ik dat niet. Let's go, precies maat zijn 517. Level 517, sorry. Ik moet maar even uitkijken, holy shit. Weer een quad feed. Ik ben getagd. Maar I don't care. Ah, dan ga ik dood! Jammer. Holy shit. Nee, ik ga mijn leiding niet inkallen op dit moment. Even wachten ermee. Ik zit op dit moment allemaal binnen. Maar de Swindler camo of Swindler is echt fucking chill. Ik zweer het je. Ik speel gewoon met het wapen en deze camo. Omdat ik natuurlijk, zoals ik in het voorstukje al zei, hem in de supply drop had gekregen. Oké, nu ga ik mijn leiding. 1, 2, 3. Ik hoorde hem al. Ik dacht eerst dat hij onder me liep. Maar dat was nu niet zo. Waar mag waar de enemies zijn? Zitten niet allemaal in de ground, toch jongens? Kom op. Please, enemies. We zitten niet allemaal in de ground, toch? We zitten gewoon te campen, jongens. We zitten gewoon te campen voor ons. Nee. We zitten gewoon te campen.
Ah, jammer dit zeg. Oh. We hebben gewoon 42 kills, dat is nice. Dat is meer dan nice. Even kijken of we daar gewoon de helft van alle TDM kills van kunnen maken. Namelijk 50. Ik hoor jullie boven me. En achter me. Oh, get wrecked. Komt er één omhoog. Ja! Oh, de Ripper! Shit! Ik dacht, pak eerst die gozer daarboven. Dan kan ik daar zo naar achter gaan. Maar toen zat, hoorde ik hem al echt... Dit is op mij eigenlijk. Ripper shut down. Nice. Het is by the way de laatste dag van Dilbert 4 als je deze video kijkt. Nog maar 4 uurtjes en is het alweer afgelopen. Ik heb wel mijn gaatje meegepikt van WXP. Ik ben wel een hoger leveltje als jullie deze video kijken. Ik ben nu 517, is nog 2 dagen WXP. Alhoewel ik morgen moet leren, maar ja, dat hoort er ook bij. Wat een geluk hier, dude. Oh, let's go! Bam! 56 om 7 is onze eindscore op dit moment. We hebben een 8kd, maar dat is natuurlijk super chill om in team damage te halen natuurlijk. Wel de map Skytje, niet altijd een grote map natuurlijk, maar wel een chille map. Mocht jij nog genoten van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achterhalen. Dat is enorm. Ik hoop jullie ook te zien morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video. Laat even in de comments achter welke level voor jullie op dit moment zijn en welke precies in Call of Duty Black Ops 3. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Zoals ik al zeg, tot de volgende keer. Doei!